Hallo iedereen, ik ben Martin Koeman, kinesioloog. Een vraag die mij vaak gesteld wordt is, wat is nou eigenlijk kinesiologie? Een beetje een moeilijk woord, maar het antwoord is eigenlijk heel simpel. Kinesiologie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van spiertesten. En met deze spiertesten kan snel en pijnloos de oorzaak worden gevonden van een klacht, of de oorzaken van de klacht. Klachten kunnen we onderverdelen in drie groepen. Ten eerste de fysieke, de lichamelijke klachten. Denk daarbij aan hoofdpijn, nekpijn, rugklachten, RSI, tennisarm, last van de gewrichten. De tweede groep, dat zijn chemische klachten. Dat klinkt wellicht een beetje vreemd, maar op het moment dat ik dit vertel, zijn er in mijn lichaam chemische processen aan de gang. Mijn eten wordt verteerd, hormonen worden aangemaakt, afvalstoffen worden vervoerd. Als er in die processen nou iets verkeerd gaat, dan kunnen er klachten ontstaan als vitaminetekorten, allergieën, maag-darmklachten, vermoeidheid, jeuk, eczeem en andere huidklachten. Derde groep, dat zijn emotionele klachten. Zoals angsten, spanningen, boosheid of verdriet. Als hier nou niks mee gebeurt, kan het leiden tot faalangst, onzekerheid, niet lekker in je vel zitten, burn-out. En bij kinderen bijvoorbeeld bedplassen of zichzelf sociaal terugtrekken, woede aanvallen. Als dit nou allemaal is gevonden, dus de oorzaken, dan is het uiteindelijk het doel om daar wat aan te gaan doen. Om deze klacht dus te verhelpen. Om de pijn te laten verdwijnen. Of om allergievrij te kunnen leven. Meer lef te hebben, in je eigen kracht te kunnen gaan staan. Lekker in je vel zitten. Kort samengevat is kinesiologie dus het vinden van de oorzaak van de klacht en deze oplossen, verhelpen. Bedankt voor het kijken en tot ziens.